Ik ben Robert-Jan Hansen, founder en CEO van Holland Startup. En Holland Startup bouwt bedrijven samen met jonge ondernemers. Dus uiteindelijk enabelen we jonge ondernemerschap. Ja, als je kijkt naar wat we elke dag doen, letterlijk, en waar we dus ook dit kantoor voor gebruiken, is dat aan de ene kant komen, recruteren we jonge ondernemers. Die komen hier binnen en die zitten dan in deze mooie, shared space. Waarin ze elke dag samen met ons eerst concepten uitwerken. Dan kiezen we vervolgens een concept, dan investeren we in dat concept en dan groeien ze uit. Dus wat voor ons heel erg belangrijk is, is dat wij bepaalde flexibiliteit hebben in onze kantoor setup. Vanuit de shared space gaan ze naar een eigen kantoor. Alleen omdat die bedrijven heel hard groeien, die moeten elk jaar 3 keer zo groot worden, hebben wij eigenlijk heel veel flexibiliteit nodig in onze werkruimtes. De manier waarop wij kantoormeubilair zochten, dat was eigenlijk een beetje heel plat. We hebben letterlijk gewoon op internet gezocht, want ik moest kantoormeubels hebben. Maar onze grootste vraag was niet meubels zelf. Onze grootste vraag is, hoe gaan we het inrichten? En de planner die jullie hebben, die SCAP gebruikt, dat was voor ons eigenlijk de ideale manier om ons kantoor in te richten. En toen de designer erbij kwam en eigenlijk ons hielp om de floorplans goed in te richten, ja, dat gaf voor ons eigenlijk de doorsnee. En daar komt dan uiteindelijk meubels komen daar uitrollen wat je in een lijst die je nodig hebt. Maar de floorplanner, dat was wel voor ons wat het deed. Laat ik zo zeggen, het was voor 95% goed. Het was precies wat we nodig hadden, maar ik denk dat we ons ook redelijk goed hadden voorbereid door van tevoren voor onszelf een briefing te maken hoe we het kantoor gebruikten. Het was voor ons het derde kantoor wat we inrichten in 5 jaar tijd. Dus dan weet je een beetje wat je nodig hebt. Dus we hadden ik denk dat we een goede briefing hadden gemaakt. Die hebben we doorgezet naar de designers. En zij heeft een hartstikke goed design gemaakt. En volgens mij hebben we één keer een beetje zitten schuiven, maar dat was het al. Kijk, het proces wat ze schetste was er één van, je maakt een tekening, daar komt een lijst uit, er komt een offerte uit. Dan teken je en dan gaan we aan de gang. En eigenlijk, ze hebben deadlines afgesproken en die hebben ze gewoon op de minuut hebben ze die gehaald. En dat betekende, en ik maak me daar heel erg zorgen over, omdat we relatief laat eigenlijk een locatie hadden en wisten hoe we het moesten inrichten. Dus voor mij was een deadline heel erg belangrijk. En fenomenaal. Binnen een paar weken was het geregeld. En in 2 dagen tijd is het hele kantoor ingericht. Echt super gaaf. Kijk, we hebben verstand van bouwen van bedrijven, maar we hebben geen verstand van hoe je de vierkante meter zo inricht dat je het meest efficiënte gebruik maakt van de werkplekken. Met name de functiescheiding. Ja, dat je eigenlijk een soort van, volgens mij noemen ze dat activity-based work. Dat je per element wat we hier doen, dat je daar eigenlijk de werkplek op afstemt. En dat is wat SCAP echt heel goed gedaan heeft. We hebben een aantal locaties waar we bijvoorbeeld investors langs krijgen. En dan moet ik een presentatieruimte hebben. Wat je niet wil, is dat je dan een aparte presentatieruimte moet huren. Of dat je een kantoor groter moet aanschaffen. Dus in ons kantoor hebben we het zo ingericht dat we een locatie hebben. Waarin we de meubels eigenlijk gewoon aan de kant kunnen zetten. En dan een presentatieruimte hebben waarbij we een deel van de meubels opnieuw kunnen gebruiken. Voor eigenlijk een andere purpose. Hoe bevallen de SCAP Room Dividers? Ja, dat is echt super. We hebben nu een achttal bedrijven. En die groeien hard, wat ik aangaf. En door die room dividers te gebruiken, kunnen we heel makkelijk in dezelfde vierkante meters gewoon het kantoortje iets groter maken. En wat ik daarin heel aansprekend vond van SCAP, we hadden een specifieke behoefte dat we whiteboards nodig hadden. En de designers en de monteurs van SCAP hebben eigenlijk gezorgd dat in die room dividers voor ons een optie is gecreëerd om whiteboards aan op te hangen. En naadloos weggewerkt. Dus dat vind ik echt super tof. Waarom wij office planner zouden moeten aanraden? Ja, dat is voor mij heel simpel. Als jij een kantoor wil neerzetten en je wil zekerheid hebben op levertijd, zekerheid hebben op gemak, passend bij het nieuwe werken. En je wil als bedrijfsleiders niet bezig zijn met meubeltjes uitzoeken en dat soort dingen, mogen we voor SCAP kiezen. Het laatste wat ik wil toevoegen is dat ik SCAP dankbaar ben voor wat ze voor ons gedaan hebben. Dat vind ik echt heel tof. Dankjewel.